Paul Bosvelt, ja, hoe herinner jij je altijd Gerard Meijer? Ja, ik moet zeggen, toen ik bij Feyenoord speelde die periode, had je al een hele goede band. En die band is eigenlijk alleen maar sterker geworden, omdat je eigenlijk steeds meer respect krijgt op de manier hoe hij het heeft ingevuld altijd. En je ziet het ook aan alle reacties van alle spelers, hoe ze naar hem toe gaan. Dat zegt alles, denk ik. Je had ook een gebbetje met hem volgens mij, hè? Volgens mij kneep je hem altijd in zijn tepels. Ja, maar dat was ook wel heel uitnodigend. Op de een of andere manier heeft hij altijd harde tepels. Alsof het -5 is. Dus eigenlijk zit je altijd met elkaar te klooien. En daar was hij ook wel onderdeel van. En dat was bij hem eigenlijk zijn zwakke plek, zeg maar. Als aanvoerder wist jij de UEFA Cup in 2002 omhoog te tillen. Hij was toen ook nog de verzorger. Heeft hij dan ook een aandeel al met al ook in zo'n prijs? Nou, ik denk dat hij in de kleedkamer in ieder geval in mijn periode sowieso heel belangrijk was. Maar ik denk in iedere periode wel. Hij zorgde wel voor discipline in de kleedkamer en ook voor dat iedereen gewoon normaal deed. En het was gewoon iemand die altijd vol gas ging, alles voor elkaar had. En daar konden wij nooit op- of aanmerking over hebben. Hij had een enorme humor. Kon je ook wat geheimen bij hem bewaren als die er waren? Ja, juist. Ik denk dat een masseur is altijd een beetje degene waar je ei kwijt kan. Ik denk dat hij genoeg verhalen heeft om nog een paar van dit soort exemplaren te vullen. Maar je had ook al wel het gevoel dat je iets bij hem kwijt kon zonder dat er gelijk weer bij een ander terecht kwam. Dus hij was echt wel een vertrouwenspersoon voor iedereen.